Alright, let's go. Hoi lieve mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben vandaag in Arnhem en ik heb een interview met Daan. Jij mag je ook voorstellen. Ja, mijn naam is Daan Bouquet en ik ben vorige week ben ik hier open gegaan met mijn eigen sushizaak, is dit. Otoro Sushi Arnhem. Heel veel ambitie hebben we en vandaar ook een beetje het interview eigenlijk. Dus brand los zou ik zeggen. Ja. Ja, ik heb er ook zin in. Ja. Ik ook. Ja, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed, ja. Ja, zeker. Vorige week was best wel spannend, omdat natuurlijk de opening was van dit restaurant hier. En ik moet zeggen dat eigenlijk best wel goed gaat. Alles is wel gewoon onder controle. Dus dat zorgt ervoor dat ik het mezelf goed voel. Ja. 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 Dat is fijn. Ja, nee, daarom. Ja. Ja. Wat heb je allemaal bereikt en wat zou je nog meer willen bereiken? Heel eerlijk gezegd, ik heb, als ik het zo bekijk, nog niet heel veel bereikt, eerlijk gezegd. Omdat ik heb mijn studie afgerond, bedrijfseconomie. En ik heb nu deze zaak opgestart, maar dat is nog zeker niet naar waar ik naartoe wil. Uiteindelijk wil je gewoon dit echt een succes laten worden. En dan pas kan ik echt wel zeggen van oké, ik heb echt iets bereikt. Dat denk ik, ja. Nee. Ja. Maar dat gaat nog even duren. Ja. Ja. Waar zou je over 5 jaar willen staan? Over 5 jaar hoop ik sowieso dat het gewoon een succes geworden is. Dat het gewoon echt een goed lopend bedrijf is. Ja. En heel eerlijk gezegd durf ik ook nog niet echt te zeggen waar ik dan zou staan. Misschien dat misschien wel een volgende zaak bij komt. Of dat ik misschien wel iets heel anders ga doen. Ik weet nog niet zo goed. Misschien dat ik wil eigenlijk mijn doel is eigenlijk om de hele wereld te zien. Gewoon veel te reizen. En dat is eigenlijk misschien dat ik het over 5 jaar wel doe. Geen idee. Ik wil eigenlijk kijken wat er op pad komt eigenlijk. Ja. Ja. Wat had je vroeger al willen worden? Wat ik vroeger wilde worden, ik wilde eigenlijk vanaf kind af aan al ondernemer worden. Of niet zozeer ondernemer, omdat je als klein kind natuurlijk niet weet wat ondernemen is. Maar ik wilde eigenlijk nooit echt voor een baas werken. Dat vond ik gewoon eigenlijk niks. Gewoon manager zijn. Zo eigenlijk wat ik nu ben. Dus in principe, ja. Dus eigenlijk past het wel goed allemaal in elkaar het plaatje. Ja. Hoe kwam je op het idee om op deze locatie te starten? Locatie, nou, ik doe dit samen met twee compagnons uit Ede en Hengelo. En eigenlijk heeft een van hun heeft eigenlijk deze locatie gevonden, die kwam gewoon zomaar vrij. En toen hebben wij besloten gewoon deze locatie te pakken, gewoon hier te gaan starten. Ja. Ja. Dus het is inderdaad wat we net al zeiden tegen elkaar, want het is heel dicht bij het centrum, dus het is echt een toplocatie. Ja. Dat is wel ideaal. Ja, nee, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus valt goed, zeg maar. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. 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 Wat vind je van de coronamaatregelen? Wat ik van de coronamaatregelen vind, ik snap het aan de ene kant wel dat al die maatregelen genomen worden, maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, het is wel echt, het zorgt wel echt voor een tweedeling in de maatschappij. En dat is wel iets waar we op moeten passen natuurlijk. Je wil natuurlijk wel dat iedereen gewoon één is in principe. En dat gebeurt op deze manier niet meer. Maar ik ben wel blij dat ik gewoon weer kan sporten nu, in ieder geval sinds vorige week. Dus dat is voor mij wel persoonlijk een mooi bericht. Ja. Wie is jouw grootste idool? Mijn grootste idool, even kijken, wie is dat? Nou, ik heb niet zozeer één idool, ik heb gewoon meerdere mensen waar ik naar opkijk. Laten we bijvoorbeeld voetballer pakken, dan zou ik Cristiano Ronaldo zeggen. Of acteur Dwayne Johnson, The Rock. Gewoon puur omdat het gewoon echt hele hardwerkende mensen zijn. Ik denk dat je daar gewoon verst in komt met hardwerken. Ja. Waar word je blij van als je chagrijnig bent? Van telefoontjes van mijn ouders. Of ja, gewoon, ik denk dat eigenlijk ja, dat wel het belangrijkste is. Ja. Dat is gewoon met mensen praten, met familie. Ik denk
het belangrijkste is. Ja. Ja. Welke opleidingen heb je gevolgd voordat je sushi ondernemer werd bij Otoro? De opleiding die ik gevolgd heb is bedrijfseconomie. Die heb ik afgelopen zomer met 3 afgerond. Daar heb ik 4 over gedaan, dus gewoon 4 netjes gehad. En, het heeft me wel veel financiële kennis bij gebracht, ja. Zeker. Ja. 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 Ik ben trots op je. Ja. Heb je voordat je ondernemer werd nog andere baantjes gehad? Ja, ik heb dus 3,5 jaar in een andere sushi keuken gestaan. Ja. Dus eigenlijk in Hengelo bij Kyoto Sushi heb ik gestaan. Daarvoor heb ik 3 jaar bij Albert Heijn gewerkt als vakvuller. Ja. Op welke doelgroep richt je het meest? Het rijke, rijke segment van Arnhem, ja. Wat er relatief best wel prijzig zijn, ja. Maar dat is wel wat opgegaan, van hoge kwaliteit, hoge prijs. Ja. Wat vind je het allerbelangrijkste aan een medewerker? Dat hij gewoon hard zijn best doet. Het hoeft niet altijd perfect te gaan, je mag echt veel fouten maken, maar als je maar laat zien dat je echt je best doet, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je het gewoon echt probeert. Ja. Nee. Met wie je voor het laatst heel erg moest lachen? Met collega's? Met collega's of met wie ik het laatst moest lachen? Ik denk gisteravond in de sportschool, toevallig met de werknemer was ik daar. Ja. En toen hebben we wel altijd gelachen. Ja. Dat was leuk en grappig. Ja. Wie is het belangrijkste persoon waar je echt om geeft? Mijn ouders en mijn broertje. Absoluut, zeker. Ja. Ja. 100%. Ik woon nu eigenlijk 3 weken ben ik net uit huis eigenlijk. En dat besef wat alleen maar meer zeg maar. Omdat je gewoon veel met elkaar omgaat. Veel met elkaar belt, veel met elkaar praat, weet je wel. Dus dat is eigenlijk die 3. Ja. Ja. Welke veiligheidsvoorschriften pas je toe in jouw bedrijf? Altijd even handen wassen voordat je begint met werken. Dat is eigenlijk belangrijk gewoon vanwege de pandemie op dit moment. Veiligheidsvoorschriften, ja, draag altijd handschoenen, laat het vuur niet aanstaan, daar gewoon dat soort dingen, weet je, gewoon overal mee uitkijken. Ja. Ja. Wat brengt jouw baan voor taken met zich mee? Wat mensen hier moeten doen? Nou, het begint natuurlijk bij het sushi rollen. Nou, we zijn geen restaurant, we zijn een takeaway en delivery. Mm-hmm. Dus het draait echt om het sushi rollen zelf. Maar het draait ook om het bezorgen van die bestellingen natuurlijk. Dus het moet eigenlijk het logistieke gedeelte, dat komt er ook nog eens bij kijken. En daarnaast draaien we ook met z'n allen af. Dus iedereen moet ook gewoon kunnen schoonmaken. Helpen met de afwas, de koelkasten, de schoonmaken, stofzuigen. En eigenlijk van alles wat hierbij komt kijken om gewoon het hele plaatje perfect te maken. Joh. Ja, klopt. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja. Zeker. Wat is precies de inhoud van jouw functie? Voor mijn functie? Nou, ik ben gewoon mede-eigenaar van deze zaak. Dus de functie is eigenlijk voor zorgen dat het hele proces zo soepel mogelijk verloopt, zo flexibel, zo efficiënt mogelijk verloopt. Dus van het maken van de sushi tot aan het bezorgen van de sushi. Dat eigenlijk kort gezegd in de paar zinnen. Ja. Wat was de leukste baan die je hebt gehad? Leukste baan? Dit. Gewoon dit. Gewoon niet deze baan, maar gewoon ondernemen zijn, gewoon mijn eigen tijden bepalen. Ja. Het is echt heel wat werk, kan ik je zeggen, maar het is leuk omdat het gewoon. Ik hoef niet dan op dan te beginnen. Ik begin wanneer ik wil en ik stop ook wanneer ik wil eigenlijk. Goed tot het af is, dat ik tevreden ben. Ja. Dat eigenlijk, ja. Ja.
Ja. Heb je veel plezier in jouw werk? Wat zijn de positieve kanten? Nou, ik heb heel veel plezier hierin, want ik heb hier natuurlijk anderhalf jaar naartoe gewerkt. En de positieve dingen zijn gewoon dat de mensen heel positief zijn over het eten. Dat vind ik gewoon heel leuk. En we hebben nu 1 week hebben gedraaid. Alle projecten zijn gewoon positief en dat maakt me blij. Dat is gewoon leuk. Dat is leuk van dit vak. Ja. Waar kijk je naar als je personeel wilt aannemen? Nou, je kan eigenlijk niet heel veel zeggen na één zo'n klein gesprek. Je moet het eigenlijk in de weken daarna moet je het zien, zeg maar. En dan heb ik het eigenlijk, waar ik dan op let, is wat hebben ze gedaan? Hebben ze al ervaring wat betreft bezorgen? Hebben ze ervaring in de horeca? Zijn ze veel beschikbaar? Eigenlijk zijn het gewoon de dingen waar je naar moet kijken, weet je. Hoe oogt iemand, weet je. Wat vertelt degene of zo? Dat zijn gewoon belangrijke dingen waar je naar moet kijken. Ja. Hoeveel zaken wil je er nog bij in Nederland? Daar kan ik echt niet over zeggen. Ik heb altijd wel een aantal genoemd, maar dat is dat weet ik niet. Gewoon kijken waar het schip strandt. Ja. Ja. Alles komt op zijn tijd. Dus, ja. Top 3 grappigste personen uit Arnhem? Uit Arnhem? Ik ken niemand hier, dus ik kan geen antwoord op geven. Nee. Ik ben in de 3 weken, dus geen idee. Oh ja. Noem 3 goede eigenschappen van een collega. Als het kan. Van een collega? Ook daar ken ik ze net te goed voor. Ik zou hem net even langer kennen. Ja. Ja. Oh ja, als je de vraag over een maand gesteld hebt, dan had ik antwoord kunnen geven. Ja. Welke persoon laat jou het vaakst lachen? Dat zou mijn broertje wel zijn, denk ik. Ja. Zeker, ja. Absoluut, ja. Ja. Welke talen spreek je? Ik spreek Nederlands en Engels. Dat is het eigenlijk, ja. Ja. Welke talen wil je graag leren? Ja, ik zou het wel heel vet vinden om uiteindelijk Spaans te kunnen spreken. Dat lijkt me wel echt vet. Ja. In Zuid-Amerika kun je gewoon eigenlijk je eigen hachje redden. En het is ook een mooie taal, vind ik. Ja. Grappigste blunder die je hebt meegemaakt? Hoe grappigste blunder die ik heb meegemaakt? Dat je gewoon onderuit gaat met de scooter en zo bezorgen. Gewoon zoiets. Ja, denk ik. Ja. 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 Ik bedank je heel erg. En zou je nog iets aan de vlog willen? Ik hoop dat mensen het leuk vinden om hier naar te kijken. En bedankt voor het kijken, alvast in ieder geval. Ja. Zou je nog een SO doen aan willen doen aan iemand? Nee. Dat doe ik dan niet. Oh, nee. Nee, snap ik. Dat is goed. Wil jij nog een SO doen? Ja, SO naar jou. Ja, denk ik. En SO naar de kijkers ook. Oké. Ja. SO naar iedereen die ik ken, de familie. En de kijkers ook, ja. De volgen. Oké. Yes? Yes. Top.